Yo, goed gekeken, dit is een goed nieuwe video van. Ja, ik versus content creator. Ja, ik ga weer een Fortnite Squid Game doen. Tegen, en dat was trouwens wel op stream, moet ik even bijzetten. Want ik was even een beetje vergeten dat hij toen kon. Dus daarom via de stream was het. Dus daarom zien jullie ook mijn facecam op een iets andere plek. Maar ja, ik kan deze niet verzetten of zo. Maar ik doe gewoon wat ik normaal ook doe. Dus gewoon de scorebord. Maar een Fortnite versus Squid Game tegen Jessen. Ja, zo heet hij. Zijn Twitch kanaal heet. Moet ik zelf even kijken. Wat een Twitch ook alweer was. Die al een paar keer veranderd. Er was Monkey, zo was dat. Ja, Dutch Melon Monkey. Dat is ook een Twitch. Het staat in de beschrijving, dus check zeker zijn kanaal. Gewoon even check zijn Twitch. Hij maakt verschillende de content. Vooral van Fortnite. Dus check het gewoon zeker. Hij heeft gewoon normaal leuke content. Zo, en ik deed het tegen hem, Fortnite versus Squid Game. Ja, en bij mij ging het niet zo lekker. Nee, ik won na een paar potjes, maar voor mij was er ook weer een glitchje in de game. Zo, dus ja, dat is wel een beetje, hij had sowieso gewonnen en ik niet. Maar ik zet er wel een bij, hoeveel punten. Ja. Dat is dus, ik had dus verloren van hem, maar ja, dat is gewoon niet echt, dat maakt niet echt helemaal uit. Zo, maar het is gewoon leuk om te zien, ja, hoe dat jij dat speelt. Dat is gewoon leuk om te zien, hoeveel punten verschil hebt tussen iemand. Zo, en er komen nog veel meer mensen. Ik hoop wel onder Elise ook, dat zij ook een keer komt. Maar, voor de rest komt er nog veel meer. En nu deze video. Ik ga jullie ook gewoon nu naar de video sturen. Veel te veel gezegd. Volg trouwens ook wel even alle socials van mij. Zodat je gewoon overal op de hoogte bent. Oh. Ja, zodat je gewoon niks mist en misloopt. Zo, en dan ga ik jullie nu naar de video. En ja, die game modes komen en dan. Nee, die doet wel wat. Nee, je moet gewoon spammen. Ja, dat had ik toen ook. En jij. Ja, die zit echt stoer te praten. Weer red light. Duurt.
sowieso als iemand jou irriteert, dan, dan mag je gewoon hem een time-out geven als mod. Dat mag sowieso. Echt. Ja, ik liep of zoiets door of zo. Dat is sowieso. Ik ben 19. Dat is niet, dat is niks van te merken. Nee. Oké, ik dacht deze, die was. Oh. Nee, wij gaan echt niet huilen om een kind van 12 of zo. Of wat denkt dat 19 is. Ik weet niet wat er nu is. Doe zo met schieten. Ik ook binnen. Ik ook. Vreemd. Die is wel echt vette emote. Ja, inderdaad. Ja. Deze is gewoon. Ik weet niet wat daarmee is. Ja, inderdaad. Toen was te bang. Er was zo iemand. Ja, hij wil. 3v3 en toen zei hij ineens tegen iemand. En toen wilde hij ineens dan hij alleen tegen 3. En dan ook even belachelijk maken. Ja, inderdaad. Eigenlijk moet ik dat dan zo doen. Ja, is goed. Ja, ik heb rondje. Of. Maar dat is jammer dat het niet zo is. Het is jammer dat. Dat het niet is dat je zo dat ding zo maakt of zo en dan aan koeken kan lekken. Oh, en dit was van die nacht. Dit was nu van die nacht. Nu is het donker. Oh, echt. Met deze? Dus? Daarom ging ik echt heel tijd. Ja, deze die is gewoon alles aan deze kant. Ja, dit moet die ja, dat moet die in met die knikkers zijn. Je hebt toch wel die serie gekeken? Ja, dit moet die met die knikkers zijn, maar knikkers kunnen zo niet. Nee, het is gewoon al. Maar ik ga er wel van fixen. Dat,
Oh nee, nee, toch niet. What the fuck? Maar ben jij nou gevallen dan? Joe, welkom. Ja, in ieder geval, ik snap 10 echt gewoon niet. Er staat nog iets, voor mij moet je dan ook tegen touw aan ofzo. Dat willen ze doen omdat je toen nog ook met die messen.